Je hebt trekpaarden en renpaarden, ook onder de tweewielers. Je ziet het er niet zo aan af, maar het maakt heel wat verschil of je motorfiets voorzien is van deze speciale in Nederland ontworpen dubbelschijfs wankelmotor. Verschil in snelheid, verschil in prijs, maar ook verschil in lawaai. De motor die wordt gesmeerd door een tandwielpomp en olieinjectie rijdt op autobenzine. Liefst 240 km per uur valt het te halen met deze OCR 1000, de trots van de Amsterdammer Hendrik van Veen, die even bezeten is van dit ontwerp als van het motorracen vroeger. Na 4 seconden zit je al op 100 km per uur, als dat zou moeten, maar zonder veel herrie en lawaai. De wankelmotor zorgt ervoor dat dit supersnelle vervoermiddel trillingsvrij loopt en mechanisch vrijwel geruisloos is. De enige hinder levert voor menigeen waarschijnlijk het geluid van het neertellen van de centen.